In een oneindig universum vol sterren, planeten, zwarte gaten en meer openbaren zich elke dag nieuwe mysteries. Maar voor deze geheimzinnige evenementen hoeven we niet altijd naar de randen van het heelal. Ons eigen zonnestelsel geeft zijn geheimen ook niet zomaar prijs en zit vol bijzondere gebeurtenissen. Laten we een reis maken langs 3 mysterieuze verschijnselen uit ons zonnestelsel. Voor het eerste verschijnsel hoeven we niet al te ver te reizen binnen ons zonnestelsel. Onze eerste stop is namelijk onze buurplaneet, Mars. Mars is al lang een bron van fascinatie voor wetenschappers en de mensheid in het algemeen. En dus wordt Mars veel onderzocht en geobserveerd. Het oppervlak wordt al jarenlang gefotografeerd door satellieten die in een baan om Mars draaien, maar ook door rovers die op het oppervlakte van Mars rondrijden. Maar sommige foto's die genomen zijn, tonen vreemdogende formaties. Zo schoot het Viking 1 ruimtevaartuig van NASA in 1976 de wereldberoemde foto Face on Mars. De wereld reageerde geschokt op de enorm herkenbare gezichtsstructuur in de rotsformatie op het oppervlakte van Mars. Maar dit was nog maar het begin. NASA heeft nog talloze andere opmerkelijke en vreemde formaties gevonden op Mars. Zo maakte de Mars Reconnaissance Orbiter van NASA in december 2022 deze foto, waarop een gezicht van een beer te zien lijkt. Ook hier is direct te onderscheiden dat er een patroon te herkennen is op het ongerepte oppervlakte van Mars. Maar op 7 mei 2022 werd er opnieuw een vreemde foto gepubliceerd door NASA. Dit keer maakte de Mars rover Curiosity de volgende foto waarop een doorgang, een mysterieuze opening tussen de ruige rotsen te zien is. Gelijk vlogen de uiteenlopende speculaties over tafel, van het bewijs van een intelligente beschaving tot een poort naar een andere dimensie. Maar al snel kwam NASA met een wetenschappelijke verklaring voor deze en talloze andere vreemde foto's van het Marsoppervlakte. Zo zouden ze verklaard kunnen worden door natuurlijke geologische processen, waarmee de rotsen door erosie gevormd konden worden, maar ook door optische illusies en pareidolie, waarbij onze hersenen patronen en herkenbare vormen waarnemen en de neiging hebben connecties te maken met voor ons herkenbare patronen. Ondanks deze verklaringen blijven vreemde en mysterieuze verschijnselen opduiken in het beeldmateriaal wat van Mars gemaakt wordt. Dus wie weet wat ons allemaal nog te ontdekken staat. We vervolgen onze weg naar de buitenwijken van ons zonnestelsel. Ver voorbij de planeet Neptunus komen we aan in de zogeheten Kuipergordel. Deze gordel bestaat uit miljarden komeetachtige en uit steen en ijs bestaande objecten. Maar hier vinden we niet alleen losse stukken steen. Het is ook de thuisbasis van een bizar object, Arrokoth. Op 1 januari 2019 kwam de New Horizons ruimtezonde van NASA aan bij Arrokoth. De opmerkelijke vorm van het object is een zogenaamde contactbinair. Wat betekent dat het bestaat uit 2 afzonderlijke delen die aan elkaar vastzitten. Arrokoth is samengesteld uit een lop die lijkt op een platte pinda en een kleinere kop die er bovenop lijkt te zitten. Het object heeft een diameter van ongeveer 15 kilometer en is zo'n 35 kilometer lang. De ontdekking van Arrokoth in 2014 door de Hubble Ruimtetelescoop heeft wetenschappers waardevolle inzichten gegeven in de vorming en evolutie van ons zonnestelsel. Omdat het zich bevindt in de Kuipergordel, het gebied dat relatief onveranderd is gebleven sinds het ontstaan van het zonnestelsel, wordt aangenomen dat Arrokoth een overblijfsel is van het materiaal dat wordt gebruikt bij de vorming van planeten, zoals de aarde, meer dan 4,5 miljard jaar geleden. De ontdekking van Arrokoth heeft dus niet alleen onze kennis van de verre Kuipergordel vergroot, maar heeft ook bijgedragen aan ons begrip van de processen die hebben geleid tot de vorming van ons eigen zonnestelsel. Het laat zien dat er nog steeds veel te leren valt over de mysteries van het universum en moedigt verdere verkenning en ontdekking aan. We eindigen onze reis bij een van de grootste planeten uit ons zonnestelsel, Saturnus. Deze imponerende planeet met haar grote ringen fascineert ons als mensheid voortdurend. Maar ook onze kennis van deze gasreus is nog altijd niet compleet. Het mysterieuze fenomeen dat al decennia lang de nieuwsgierigheid van wetenschappers prikkelt, zijn de spaken in de ringen van Saturnus. Deze spaken bestaan uit donkere, dunne structuren die zich als radiale strepen uitstrekken van de binnenste tot de buitenste delen van de ringen. Hoewel ze soms moeilijk waarneembaar zijn, zijn ze op bepaalde momenten duidelijk zichtbaar op foto's en observaties van de planeet. Dit werd in de jaren 80 al door de Voyager 1 ruimtezonde waargenomen. Hoewel we nog niet volledig begrijpen hoe de spaken ontstaan, hebben wetenschappers verschillende theorieën ontwikkeld om dit fenomeen te verklaren. Een van de meest prominente theorieën suggereert dat de spaken gevormd worden door de interactie tussen kleine deeltjes, zoals stof of ijsdeeltjes, en het magnetisch veld van Saturnus. Het magnetisch veld van Saturnus creëert een elektrische lading op de deeltjes in de ringen. Deze elektrische interacties zorgen ervoor dat de deeltjes worden aangetrokken of afgestoten, net als magneten. Hierdoor vormen ze geordende structuren in de vorm van spaken. Hoewel de exacte mechanismen en processen achter de vorming van de spaken nog niet volledig zijn ontrafeld, blijven wetenschappers voortdurend de gegevens en beelden analyseren die zijn verzameld door ruimtezonders zoals Cassini en observatoria hier op aarde. Het bestuderen van de spaken in de ringen van Saturnus biedt niet alleen zicht in de complexe interactie tussen deeltjes en magnetische velden, maar draagt ook bij aan ons begrip van planetaire formatie en evolutie. Het helpt ons beter te begrijpen hoe deeltjes zich organiseren en gedragen in de ruimte, en hoe ze samenklonteren om planeten en manen te vormen. Maar tot die tijd zoeken we verder. Terwijl we ons verwonderen over de mysteries van ons zonnestelsel, herinnert dit ons eraan dat de kosmos vol onontdekte geheimen en prachtige fenomenen zit. De gezichten op Mars, Arrokoth en de spaken in de ringen van Saturnus zijn slechts enkele van de vele raadsels die ons uitnodigen tot verkenning en wetenschappelijk begrip van ons heelal. Elk raadsel dat we ontrafelen opent de deur naar meer vragen en inspireert ons om verder te reiken dan onze huidige grenzen. Want in onze zoektocht naar antwoorden schrijven we nieuwe hoofdstukken in het verhaal van het universum.